Niet alleen de lonen van de drie machten moeten gesynchroniseerd worden, maar de lonen over het hele land. Dit haalde de PL-parlementariër Evert Carto afgelopen donderdag aan tijdens de openbare vergadering. Die handelde over de rechtspositie van de rechterlijke macht, de president, vicepresident, ministers, onderministers en leden van het parlement. Carto benadrukte dat het synchroniseren van alle lonen en bezoldigingen over het hele land in deze periode van eminent belang is. Er moet een balans zijn binnen alle rechtsposities, alle bezoldigingen of lonen, voorzitter. Voorzitter, in de wet is opgenomen de transparante richtlijnen en procedures voor de toekoming van budgetten en voorzieningen aan de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De vraag is, hoe zal dit dan samenlopen met de staatsbegroting? Is er rekening hiermee gehouden? De parlementariër is het niet mee eens dat alleen de drie machten nu een verhoging krijgen. Hij zegt dat hij zal tegenstemmen wanneer het zover is. Hij benadrukte dat deze wetten voor verhoging van de lonen en bezoldigingen van de drie machten van het land een klap in het gezicht is voor de samenleving. Dus ik ga mijn uiterste best doen om mijn collega's, vooral de collega's vanuit de coalitie, te overtuigen om niet mee te gaan hiermee. Meer nog, voorzitter. Schot voor de boeg. Bij die stemming, voorzitter, van deze wet gaan wij moeten stemmen op basis van onze orderreglement. En dat zei, daar staat hoofdelijk stemmen, want mi wantak voor de geschiedenis en voor de boeken het duidelijk moet zijn dat Jones tegen gaat stemmen. Ik wil niet horen 33 voor en 16 tegen. Ik wil horen 33 voor. Of hoeveel voor, maar ik moet horen, Jones is er tegen en het moet opgeschreven staan. De behandeling van deze wetten heeft voor veel discussie gezorgd in de Nationale Assemblée, gezien de algehele situatie in het land en de druk waaronder de werkende klasse moet leven.